Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Vanochtend vroeg was het op veel plaatsen onbewolkt boven Nederland. Lokaal kwam een enkele mistbank voor. Maar vanuit het noordwesten ziet u de wolkenvelden al boven de Noordzee liggen en die komen dan geleidelijk onze kant op. Vanochtend raakte dus op steeds meer plaatsen wat bewolkt. De meeste wolken in het noordwesten van het land. De temperatuur ligt daarbij tussen de 5 en 7 graden. Vanmiddag alsnog wolkenvelden, zo nu en dan ook wat ruimte voor de zon. En temperaturen tussen 12 en 14 graden. En bij een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind is het toch buiten vrij goed toeven. Vanavond dan kan er in het noordwesten van het land een enkel spatje regen vallen uit de dikke bewolking. Elders zijn er ook enkele opklaringen. De wind is dan echt om naar zuidwesten en dan komt morgen iets zachtere lucht binnen. Want dan loopt de temperatuur in de middag op naar zo'n 12 tot lokaal 16 graden met de hoogste waarde in Zuid-Limburg. Waar af en toe is er ruimte voor de zon. Maar de zuidoostenwind is wel aanwezig, matig kracht 3 of 4. De komende dagen blijft het rustig voorjaarsweer. En in de loop van de week loopt de temperatuur zelfs een stukje op. Met de hoogste waarde op woensdag en mogelijk ook op komende donderdag. Dan lokaal 15 tot 17 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.